Verder hebben we uitgenodigd een aantal mensen van de D66-fractie hier in Almelo. Ik denk dat dat ja, ook voor Jan prettig is om toch lotgenoten te treffen. Jan, jij bent opgegroeid in de Veluwe. Op de Veluwe moet je zeggen. Kun je ons eens schetsen hoe dat was voor jou opgroeien op de Veluwe? Dat was heel mooi. Voor mij zou ik zeggen, dag dames en heren. Fijn om u hier te zien. En Ad de Bent was het? Ad de Bent. Bedankt voor je hartelijke woorden. Op de opgroeien op de Veluwe. Ja, mijn vader was dominee. En toen ik 3 jaar was, gingen we van Alkmaar naar Garderen. En daar kwam ik op 6-jarige leeftijd op de lagere school terecht. En we leefden in het bos praktisch, want Garderen is omgeven door bos. Met Boeschoort en Speult en Solse Gat enzovoort. Daar herinner ik me allemaal heel goed. En mijn ouders waren enorme natuurliefhebbers. Dus ik leefde met een vader die zei, moet je kijken, dat is een eik. Dat is een zomereik. Er zijn ook winterijken en dat is verschil tussen zo. Ik leefde met de natuur en mijn vader die had altijd een kip die hij op eieren zette. Ik kan u zeggen, dames en heren, er zijn weinig dingen zo leuk als dat. Hè? Dat een kip op 12 eieren gaat 3 weken lang om iedere dag even voeren, dan komt hij er even af. Legt een grote drol buiten het nest en gaat weer terug. En dan na 3 weken dan komen daar kuikens uit en dat is zoiets aandoenlijks. Als er dan 12 van die kuikentjes onder zo'n kip. Dat is zoiets moois. Nou, daar ben ik mee opgegroeid met dat soort van dingen. En toen ging ik naar de lagere school. En dat was juffrouw Reus. Ik heb nooit vergeten. Reusachtig was ze niet. Lief was ze wel. En ze begon totaal verkeerd. Zij duwde namelijk een kroontjespen in mijn rechter vuistje. En ik ben links. En hoe ik ook protesteerde, ik moest rechts leren schrijven. Het is nooit wat geworden. Ik heb mijn hele lagere schooltijd een genadige 6- voor schrijven op mijn rapport gehad. En nog altijd kan ik het niet goed. Hoe kijk je er tegenaan tegen kernenergie? Is dat nog wel van deze tijd? Ik ben er nooit tegen geweest. Mijn partij wel. Die wilde Borselen voortijdig sluiten, ik niet. Omdat als die iemand er is en hij functioneert goed. Maar ik ben er niet voor om nieuwe kerncentrales te bouwen in dichtbevolkte gebieden. En sowieso denk ik dat het te duur is. Als je kijkt naar die centrale in Finland, hè, hoeveel, die is 3 keer over de kop gegaan of zoiets. Het is te duur, je kunt goedkoper zonne-energie gaan winnen. In woestijnen met name, waar ze meer dan genoeg is. Dus door die praktische overweging ben ik er niet voor. Ik ben niet principieel tegen. Je kunt zeggen, het heeft gevaren, ja. Maar hoeveel mensen zijn er omgekomen in kolenmijnen, denk je? Het heeft altijd gevaren. Dus als ze in woestijnen kerncentrales kunnen bouwen, het is betaalbaar en er zijn voldoende nog 1000 voorwaarden. Nou, zeg niet meteen nee. Toen ik hoorde dat het ging om een natuurhuis, dan ben ik gauw voor te verlijmen hoor. Ik vind het zo belangrijk dat mensen aan de natuur denken. En ik hoorde hoe zoveel mensen hier hebben samengewerkt om dit tot stand te brengen. Dat vind ik ook prachtig als mensen samenwerken. Dat een samenleving met elkaar zoiets tot stand brengt. Dus dat heb ik graag gedaan. En hoe ziet u de toekomst in? We moeten enorm uitkijken dat we niet doorgaan met de natuur te verwoesten. Zoals we dat aan het doen zijn. We zijn zoveel levenssoorten aan het bedreigen. Of zelfs aan het uitsterven. Laten uitsterven. Dat moet stoppen voor onze jeugd. Zodat onze jeugd een toekomst heeft. En daar kan van alles aan bijdragen. Onder andere zo'n natuurhuis hier. Bewust worden van de bevolking van Almelo. Wat er aan de gang is. Wat kan de politiek eigenlijk hieraan doen? Hier de gemeentepolitiek. Nou, die kan kijken wat in de gemeente kan gebeuren op het gebied van zuiniger met energie omgaan, beter met de landbouwgronden omgaan, op allerlei manieren duurzamer gaan handelen. Daar heeft ook de lokale politiek invloed op. Die kan maatregelen nemen. Ik vind het natuurlijk ontzettend leuk als mijn boeken gelezen worden.
Dus dat die zo gretig aftrek hebben gevonden hier, dat deed mij goed.